Hallo, welkom bij dit nieuwsbriefbericht in de vorm van een video. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik dacht, laat ik het eens proberen. Ik heb voor de maand mei heel wat in petto. Ik ga namelijk op woensdag 1 mei een lezing geven over HSP en angst. En hoe hooggevoelige personen angst in zichzelf eigenlijk vastzetten en hoe ze vanuit angst leven en hoe ik daarbij kan helpen door middel van coachinggesprekken en ademhalingssessies. Deze lezing wordt gegeven in Den Haag op Tarwekamp 3 en in deze nieuwsbrief zal ik een link plaatsen zodat je daarop kan doorklikken en daar nog wat meer over kan lezen en jezelf kan aanmelden mocht het jouw interesse hebben. En verder ga ik in mei beginnen met een reeks van begeleide meditaties via Facebook Live op de Facebookpagina Hooggevoeligheid en Intuïtie. De eerste zal plaatsvinden op dinsdag 7 mei in de avond om 9 uur 's avonds. Het zal ongeveer 15 minuten duren en daarna kun je je ervaring delen of vragen stellen over hetgeen wat je daarvoor hebt ervaren. En dat ga ik dus op 4 dinsdagavond doen in de maand mei. Verder neem ik je ook heel eventjes mee naar de maand juni. Omdat je natuurlijk nu al voor kan opgeven. Op zondag 2 juni ben ik in Utrecht. Om een lezing te geven over hooggevoeligheid en relaties. En daarbij kun je denken aan persoonlijke en professionele relaties. En alles wat je kan tegenkomen op het gebied van het intermenselijke contact. En alle gevoeligheden waar mensen mee rondlopen en wat tot uit kan komen op de werkvloer of binnen relaties. Alle relaties van vriendschappen tot aan liefdesrelaties. En ja, dat ga ik dus doen in Utrecht. En ik zal op de locatie van het culturele centrum Parnassos zijn. Daar heb ik een ruimte gehuurd. En er is plek voor rond de 10 personen. Het kunnen er ook 15 zijn. En meld je dus aan. Neem je partner mee of je broer, je zus, een goede vriend, vriendin. En dan maken we er samen een boeiende bijeenkomst van. Tot zover alle nieuwsberichten voor deze video. Ik wens jou een hele fijne dag toe. En wellicht tot ziens op een van deze interactieve momenten. Doeg!